Tijdens de borstvoedingweek van 1 tot en met 7 augustus 2019 zal de regionale gezondheidsdienst RGD extra aandacht besteden aan de borstvoeding. Tevens vond ook de lounge van de golfkamer plaats. Het verhaal van de moeder met haar 2 zonen is zo mooi en zo inspirerend. En als ik kijk naar mijn speech, dan heeft men bijna alles al gezegd. Dus zij heeft me gepowerd om vanuit vaderskant ook iets te vertellen. Maar dan wel 32 jaar geleden. Ik was pas getrouwd, heel jong. Mevrouw natuurlijk ook heel jong. En ze werd zwanger van een dochter. En precies wat de voorzitter van DNA aanhaalde. Het kan. Mensen denken, hun borst gaat niet meer mooi zijn. Precies zo dacht mevrouw. Heel wat blikken borstvoeding. En ik heb ze moeten weggeven. Misschien had ik ze moeten vernietigen. Maar goed, in elk geval, daarna is mijn dochter heel goed en gezond opgevoed. Maar ik kreeg ook 2 zonen. En dat was echt vanaf de eerste dag tot ik dacht een aantal maanden. Ik kan u niet zeggen of het precies 6 maanden waren of iets meer of iets minder. Maar in elk geval, tot dat baby echt kon lopen, hebben we borstvoeding gegeven. In elk geval... Laten de mensen, laten niet alleen de moeders, maar ook zoals de UNICEF-vertegenwoordiger zegt, ook de vaders meewerken dat borstvoeding gestimuleerd wordt. Een baby die uitsluitend borstvoeding krijgt, die krijgt voldoende voeding naar binnen. Omdat die borstvoeding totaal is afgestemd op de behoeften van dat kind. En in de samenleving horen we echt heel vaak... Tjap, tjim, tjim, zo merk je, want abobi nosari, awa abobi watra. Maar dat klopt helemaal niet. Borstvoeding is gewoon het allerbeste dat alle pasgeborenen moeten krijgen. En zeker tot 6 maanden. Borstvoeding, ik kan alle bestanddelen, maar dat gaat ons te ver voeren. Maar borstvoeding heeft gewoon alle voedingsstoffen die de baby nodig heeft. Het enige dat ontbreekt, dat is vitamine K. En daarom geven alle gezondheidsinstellingen aan pasgeborenen een prikje van vitamine K. Die dus de lading zeg maar dekt tot 3 maanden. Dat wat dat kind nodig heeft, krijgt het middels dat prikje. Dat is het enige dat niet aanwezig is in borstvoeding. Maar daar zorgen de gezondheidswerkers voor dat de baby wel voorzien wordt daarvan. Jonge moeders weigeren vaak om hun baby borstvoeding te geven. Kunt u ons misschien aangeven wat de reden daartoe kan zijn? Ja, de reden daartoe is gebrek aan informatie. Als je niet weet waarom je iets moet doen, dan doe je het niet. Dus ze weigeren vaak borstvoeding te geven, omdat ze de informatie niet alleen hebben, maar ook de support soms ontbreekt. Want als een jonge moeder bevallen is, dan is het vaak de omgeving die je helpt daarbij. En als de omgeving aangeeft, geef kunstvoeding, dan doe je dat ook. Als wij als gezondheidswerkers, niet alleen de moeders, maar ook de omgeving, gaan voorzien van informatie, dan denk ik dat dat uit de wereld geholpen kan worden bij jonge moeders die denken dat borstvoeding niet voldoende is. Die denken dat hun borsten gaan hangen als ze borstvoeding geven. Die denken dat borstmelk verzuurt. Dus al de fabeltjes rond borstvoeding kunnen verholpen worden met de ondersteuning van gezondheidswerkers en de omgeving die van de juiste informatie voorzien wordt. De borsten van een vrouw, die heeft altijd voldoende melk. It's all about your mind. Als je zegt, je hebt niet. Het niet hebben, je zorgen maken over het niet hebben, zorgt ervoor dat er stresshormonen geproduceerd worden. Die stresshormonen onderdrukken dat hormoon die moet zorgen voor die borstvoeding. Vergelijk het maar met een moeder uit Kwamala of ergens waar er geen blikje is.
Die moeder weet en ziet het ook niet anders. Alle moeders in het dorp of daar in die omgeving, die geven borstvoeding. Dus ze kent het niet anders en zal ook niet stressen over heb ik wel of heb ik niet. Het lukt bij die moeders wel, omdat er geen stressoren aanwezig zijn. Ze maakt zich geen zorgen over, mijn god, heb ik niet? Kees, ga snel een blikje halen. Er is geen stress, ze legt de baby aan. En hoe vaker je de baby aan de borst zet, hoe meer melk je hebt. Dus in principe is er altijd melk. Maar het zijn de stressoren die een rol spelen, die maken dat die borstvoeding geremd wordt. En de hedendaagse vrouw die kampt met zoveel. En er komen dan situaties van stress waarbij de zorgproductie achteruit gaat. Maar een moeder die goed geïnformeerd is, die wilt en die ondersteund wordt, die heeft altijd melk. En ik kan dat zeggen omdat ik 2 kinderen heb gehad en ik heb ze tot 2 jaar uitsluitend borstvoeding gegeven. Aan de jonge moeders kan ik meegeven, ben je van plan een baby te krijgen? Begin nu al eraan te denken. Begin nu al na te gaan hoe je dat allemaal gaat regelen om je kind borstvoeding te geven. Als je nagaat, als je de ontwikkelingen nagaat, kunstvoeding is vernietigd. Een bepaald merk is niet te krijgen. Als je je focust op het geven van borstvoeding, dan heb je die problemen niet. Ga ervoor en geef uitsluitend borstvoeding. En weet dat het kan. Leer ze over borstvoeding. Leer ze op de MULO weer. Leer ze op de middelbare school weer. Zet het overal op tv, korte spots. Het moet een normaal ding kunnen zijn. Omdat het voor ons een preventieve gezondheidszorg is. Voor onze kinderen en voor onze moeders. Dat is wat ik zie voor de nabije toekomst. En natuurlijk moet het in het beleid van het ministerie structureel worden opgenomen. Geeft u ook borstvoeding? Jawel. Wat raadt u jonge moeders aan die weigeren om hun baby borstvoeding te geven? Nou, ik raad ze aan om tot 6 maanden borstvoeding te geven, uitsluitend borstvoeding. Waarom? Omdat borstvoeding goed is. En het is, je baby wordt niet makkelijk ziek. En het heeft de juiste temperatuur. Geeft u zelf ook borstvoeding? Ja, vanaf dag 1 geef ik dus borstvoeding. Ik raad die jongeren aan om het liever te doen omdat het heel gezond is voor dat kind. Meestal, wat ik heb geleerd, is dat die kinderen dus in die 6 maanden niet ziek worden. Dat ervaar ik zelf ook. Mijn meisje is vanaf precies 2 maanden, ze is nog nooit ziek geworden. Uitsluitend alleen borstvoeding. En ook die begeleiding krijg ik vanaf de RGD uit. Dus dat helpt ook, want ik had 2 dagen had ik dus moeilijk borstvoeding. Of niet moeilijk, maar door stress, schoolstress, had ik moeilijk borstvoeding. Maar door de RGD me begeleid, lukt het me steeds om dus die borstvoeding te geven.